NSC schrijft vandaag over de dood van de Zuid-Afrikaanse ex-president Botha, de leider van het apartheidsregime. En ik praat met iemand die het land kent en zich inzet tegen het AIDS-probleem. Ex-tattoo-koning, kunstschilder en schrijver Henk Schiefmacher. Met hem lees ik vandaag Next. Goedemorgen. Je hebt goed ochtends vroeg twee keer bellen. Robert van der Roer. Ik dacht dat ik wel dat niet deed. Ja? Henk, Botha is dood. Is het erg? Nee, ik kan daar niet mee zitten. Daar ligt niet wakker van. 12.000 doden tijdens zijn regime. 78. Ja, maar toch schijnt hij wel een van de mensen geweest zijn die de aanzet heeft gezet tot zeg maar het afmaken van die hele overheersing. Die apartheid. Alleen, hij had daar nooit die Nobelprijs voor gekregen die zijn opvolger, De Klerk heeft gekregen. Ja. Jij bent 2 jaar geleden in Zuid-Afrika geweest, want je bent ambassadeur voor Orange Babies, organisatie die zich inzet voor zwangere vrouwen met HIV. Ja. Wat heb jij gezien in dat land? Nou, het is om te beginnen het is nog steeds heel erg gescheiden. Je hebt nog steeds de witte wijken die heel rijk zijn, die werkelijk prachtige huizen staan en de voorzieningen top zijn. En je hebt nog steeds al die townships. Het rare vond ik ook zo dat als je in een ziekenhuis komt, dat de benedenetage is zeg maar voor de zwarten die daar naar het ziekenhuis gaan, die daar met al hun ziektes komen. Maar de etage daarboven zitten de heren doktoren. En dat is ook alweer helemaal netjes en heeft elektrische deuren. Apartheid is nog niet helemaal afgeschaft. Is totaal niet afgeschaft wat dat betreft. Het is misschien wel, het wordt toegestaan door beide partijen. Men gedoogt elkaars aanwezigheid. Maar als je in die townships komt, waar mensen, als mensen dan ziek zijn, ja, dan is het, er zijn geen medicijnen, terwijl ze er wel horen te zijn. Ja. Hè. Er wordt gezegd dat er is in de tijd zelfs nog door de minister van Gezondheid gezegd van flauwekul, knoflook en rode bieten, geloof ik. Of in ieder geval een gezond dieet. En dan kom je ook wel van die aids af. En er heerst verder nog een soort vreemde, uit het tribale denken vandaan, denken dat men met bijvoorbeeld het nemen van een maagd, hè, als je ziek bent en je pakt een maagd, dat je dat dan weer kwijt kan raken. Dus er is een hele grote groep van verkrachte kinderen en hele jonge meisjes die zwanger zijn. En dat is een dramatisch gebeuren. Ja. Het Zuid-Afrika van Mandela dreigt in de ravijn te vallen, waarschuwt schrijver André Brink. Ik denk van wel. Ik denk wel dat er aan de vooravond van een hoop ellende staan. Als je die man ziet, die Zuma, die daar nu aan moet komen. Op dat moment dat ik was, was er een soort heel schandaal gaande rondom die man vanwege een vermeende verkrachting. Nou, daar was de Lewinsky-zaak echt peanuts bij, hoor. Dat keurige jurkje met dat kleine vlekje was niks vergeleken. Er ging een hele onderbroek het beeld in met een grote klodder erin. Dus, van meneer Zuma zelf? Ja, die zou nog onderzocht worden. Die moet president van dat land worden. Ja, dat is ook een hele keiharde kern van figuren die rondom die man heen zitten. Die zich van allerlei een nieuwe despoot. Wat heeft Henk Schiefmacher uit Amsterdam gedaan om in Zuid-Afrika het AIDS-probleem aan te pakken? Nou, ik ben daar niet direct met een sponsje in de weer geweest. Ik bedoel, maar ik ben naar een aantal projecten wezen kijken waar wij mee bezig zijn. Ik ben naar een paar nieuwe projecten wezen kijken waar we eventueel mee in zee zullen gaan. Dat varieert van een eenvoudig huisje waar mensen naartoe kunnen, dames naartoe kunnen met hun kinderen, tot aan een aantal sterfhuizen die we gezien hebben. En als je zo'n sterfhuis binnenloopt, dat is toch wel een idioot schrikbeeld. Heb je nog lang daarna over nagedacht? Jawel, dat heeft me nog wel even bezig gehouden. Met name een beeld van een meisje waarvan ik dacht dat ze een jaar of 16 was. Heel, echt een chocoladebruine schedel eigenlijk, met 2 hele grote ogen die heel angstig onder een dekentje vandaan keken. Niet zozeer angstig voor mij, maar angstig voor wat komen gaat. En die bleek achteraf 36 jaar te zijn. Dus door de ziekte val je dan helemaal weer terug. En die heeft me nog wel een poosje achtervolgd. En met name omdat je niet op dat moment eigenlijk gewoon daar als een soort lul staat.
Wat is jou verder opgevallen in de krant van vandaag? Nou, toch nog wel een paar dingetjes. De volgende pagina, prachtige foto trouwens. Ik vind het altijd geweldig dat je van dit soort drukwerk kan maken. En zie ik hier dat Michael J. Fox zijn Parkinson-filmpje geacteerd zou hebben. Of in ieder geval overgeacteerd zou hebben. In Amerika? Ja, ja, ja. Ja, dat is niet zo nieuw natuurlijk. Dat is hetzelfde wat hier aan de gang is. Die politiek wordt steeds idioter en er worden steeds belachelijker filmpjes gemaakt. Meen je dat dan? Ik zag van de week Wouter Bos ook ergens zo als een soort hiphopper met Ali B aan de gang. Ik heb daar niet zoveel goede woorden voor over hoe dat gaat. Maar hij heeft dus dit nog meer overdreven als dat het in werkelijkheid is. Wat hebben we nog meer voor leuks? Laat de Bos nog. Ja, nou ja, hier hebben we nog een leuke. Nu de stront en straks de zalm. Een artikel over de Maas. Over 10 jaar een schone rivier. Nou ja, want eigenlijk is zo'n kop sluit er allemaal weer helemaal bij aan. Want we hebben nu zalm en straks de stront. Dus dat. Waarom dan? Nou ja, dat hele zootje. Ik heb daar gisteren of eergisteren nog eens even een Zembla over zitten kijken. En die ging over die J.P. Balkenende. En ik kom zelf uit een vrij gereformeerde samenleving. Veluwe, Harderwijk. Ja, en that's what it is. Het is er wordt ons gewoon willens en wetens een stuk christendom door onze strot heen gepropt. Of we daar nu wel of niet iets mee te maken hebben. En van het ergste soort, een soort zwarte kousengelul waarmee we de toekomst in. Wormen en maden. Het moet maar eens afgelopen zijn met die flauwekul. Wormen en maden? Ja. Ja. Jij bent geboren in Harderwijk, hè? Ik ben een geboren Harderwieker, zoals dat heet. Maar ik was een katholiek slagerszoontje. Ja. Dus het is een heel klein katholiek groepje. Ook hier heb ik het ook erg mooi. Ik zoek even een stuk wat gaat ook over wat er in Harderwijk mensen in de omgeving doen van Harderwijk. Namelijk, die kijken niet tv, maar kijken wel internet. Nou, dat was vroeger ook. Dat was vroeger ook al. Met name hier de Hulshorst. Dat was het oog van de duvel. Is dat niet hypocriet? Ja, ik weet het niet. Dit zijn niet mensen die echt direct gevaarlijk zullen zijn. Het zijn wel een soort fundamentalisten in onze samenleving. Hè? Als we het nu toch over godsdienstwaanzinnigen en fundamentalisten. Het zijn dit soort mensen natuurlijk. Maar is het niet hypocriet om geen tv te kijken en wel internet? Nou ja, goed, dan moeten ze hun winkeltje sluiten. Hè? Dat internet is, dat komt zakelijk natuurlijk ook van pas. En een gereformeerd zal zijn winkel niet zo snel sluiten. Ja, is toch zo? Ik bedoel, geld. Het was zo, op die Veluwe was het in de regel zo dat als je een paar eieren ging halen op zondag, dat je ze wel meekreeg, maar op maandag pas mocht betalen. He, dus de zaak werd eigenlijk wel gedaan, maar om christelijke reden mocht er geen geld afgerekend worden. Maar dat werd dan wel de volgende dag betaald. Poffen met toestemming van God. Ja, nou ja, de Heer ziet alles, maar hij verraadt ons niet. Is het motto. Henk, de grote foto. Ja. Een strijd bij de VN tussen Guatemala en Venezuela. Wie van de twee komt er in de Veiligheidsraad? En het is weer onbeslist na meer dan 40 stemrondes. Wat zie jij? Nou, ik zie eigenlijk een soort heel mooi gecomposeerde, bijna Rembrandt-achtige, staalmeester-achtige foto. Hè, met een mooi klein groen vlakje erin. En allemaal hele jonge meiden die in een soort van maatkostuumpjes daar in die dozen zitten te vroeten. En een soort vogelhuisjes. Maar ja, wat daar straks, kijk wat daar gaande is en wie er nu wel of niet in moet. Ik vind het interessant wat er op dit moment in Zuid-Amerika gebeurt. Venezuela is een fout land in de ogen van veel Amerikanen. Ja, maar daar hangen ook, ik zag van de week de posters, Unidad Todos of zoiets van verzameld u allen tegen de Diablo, tegen Bush. Ik vind dat krasse taal. Ik denk niet dat dat op een moment had geschreeuwd als die Amerikanen niet met hun nek in Irak en want dan was Bush zijn achtertuin gaan opruimen, daar is hij gek genoeg voor. Ja. Zou je die doosjes willen hebben? Want jij verzamelt alles op je reizen. Ja, een stemdoosje. Ik denk dat ik een gaatje in zou boren tegen de muur zou gaan. Dan kunnen de koolmeesjes erin wonen. Het is een mooie doos voor de Partij van de Dieren om dit jaar uit te delen. Maak van uw stembus een vogelhuis. Op de pagina vanavond uit staat een verhaal over de Dag der Doden in Mexico, die nu ook in Amsterdam wordt gevierd met een diner. Kun je een kaartje op tafel leggen, naam opschrijven van iemand die je dierbaar is en is overleden en aan een altaar hangen? Ja, ik heb dat een paar jaar geleden op het kerkhof gedaan. Ik heb toen, we zijn naar het graf van Herman geweest met een Herman Brood? Ja, ik had een kist, mijn eigen kist beschilderd.
Dat ik vol met drank gedaan. Die is op een bootje gezet hier. En die is naar het kerkhof gevaren. En het rare is dat bootje, wat zou komen, was te klein. Dus we hebben een ander bootje gevonden. Die is gaan varen. En op dat moment, toen die onder de Utrechtse brug, toen waren, schoten ze iemand dood op de Utrechtse brug. Een of andere Turkse kickboxer. Gezellig. En toen werd die driehoek afgezet. Dus dat bootje met die doodskist kon niet uit die driehoek. Die was helemaal omringd door zwaailicht en politie. En die voer op die Amstel rond. Terwijl daarboven die assassination geweest was. Uiteindelijk zijn we, doe je dat dus op het graf. Je maakt iemand zijn graf schoon. Je brengt de hele nacht door bij de doden. Je drinkt daar veel mezcal bij. Veel tequila. Om in een restaurant te gaan zitten om een suikerskul te eten. Denk ik, is weer anders. Zoals vanavond in Amsterdam, daar ga jij niet bij zitten bij zo'n diner. Nee, ik denk het niet. We gaan even puzzelen. Schilderen vooral skeletten en maskers. Ja, en ik denk dat dat Oostende, hè? James Ensor. Heel goed. Ja. Doe jij dat ook? Jawel, ik ben wel een man van de skeletten. Ik vind het ook een geweldige schilder. Hele rare, een beetje spooky schilderijen. Maar ook soms met een beetje comic-achtige. Ik kan me herinneren, jaren geleden, dat er een soort affiche in de stad ging van een tentoonstelling van, dat had ik nog nooit eerder van de man gehoord. En die had me meteen te pakken. Buiten dat het ook een soort geweldig kereltje was. Een soort duikelaartje met een hoedje. Die daar. Ja, een goede schilder. Geweldige schilder. Je hebt je tattoowinkel niet meer. Je tattoo-museum niet meer. Wat doe je nu? Ik schilder. Ik heb een tijdje eigenlijk gewoon ook alweer. Ik heb vroeger bij de Bijenkorf gewerkt. Heb ik heel veel grafisch werk gedaan ook. Dus ik heb een klein beetje een grafische scholing uit die hoek. Dus ik heb de laatste tijd ook weer vrij veel grafisch werk gedaan. Ik heb wat t-shirts voor verschillende mensen gemaakt. Onder andere voor. Ik heb een logo voor Marco Borsato bijvoorbeeld gemaakt. Ik wil toch altijd wel mijn I want to leave my mark. Dus ik zie het graag rondlopen. Of het nu op een t-shirt is, of op een arm. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Nee, die zijn allemaal gegarandeerd tot 14 dagen na de dood.